FBI. We gaan eens even naar de drummer toe, Wim van der Water. Zijn er al bepaalde hoogtepunten in jullie carrière dat je zegt van allemachtig, als ik daaraan terugdenk, dan lopen de rillingen over mijn rug. Ja, buiten de concerten die we dus met Bushwells en met Jet Harris, voormalige leden van de Shadows, gedaan hebben, hebben we dus in het gala gezeten van Lee Towers een aantal jaren geleden. En dat was een onvergetelijke ervaring, 12 dagen lang. En dan 8000 mensen die je dan ineens, als band kom je met het podium de grond eigenlijk uit. En dan zie je daar 8000 mensen zitten, prachtig. Staat nog meer van dat soort activiteiten op het programma, Roy? De komende activiteiten bedoel je? Ja, van FBI. Nou, we gaan natuurlijk naar de Passamalm de 23 juni, dus in de 2 keer. Waarschijnlijk weer met de Blue Diamonds. Smiddags een act van pakweg 40 minuten en s'avonds een act van 40 minuten. En dat is in Den Haag of zo? Dat is in Den Haag, ja, op Malieveld. Heel groots gebeuren, kan lekker saté eten en zo. Satéetje erbij en zo. Ja, heerlijk. We gaan zo meteen nog 1 nummer voor ons spelen. Wij besluiten daarmee Midden-Nederland Matinee voor deze week. Werd daar meegewerkt door alle muzikanten uiteraard, maar ook door technicus Kees Dekker, technicus Jeroen Huytema. De regie werd verricht door Johan Sponsolé en de fysieke ondersteuning, dat houdt in hapjes en drankjes en dergelijke, nietwaar? Nancy Howard. Volgende week weer in Midden-Nederland Matinee, dames en heren. U bent dan van harte welkom uiteraard. Wij luisteren nu nog naar FBI. Occasion voor 16.000 gulden. Wat zegt u?